Je herkent het vast. In de ochtend fiets je rustig richting je afspraak. Maar in de middag is het een stuk zwaarder door de opgestoken wind. Hoe kan het toch dat het in de middag zoveel harder waait dan in de ochtend? Dat vroeg ook Walter Monasso zich af. Meteoroloog Alfred Snoek legt het je uit. Ja, er zit zeker een kern van waarheid in, Walter. Alhoewel, het ligt wel wat genuanceerder. Het is zo dat wind veroorzaakt wordt door verplaatsing van lucht tussen bijvoorbeeld lage druk en hoge drukgebieden. En vooral op plekken waar die luchtdrukverschillen heel groot zijn, daar waait het heel hard. Ja, als zo'n gebied dichterbij komt, dan gaat het ook harder waaien. Maar ook als er heel weinig luchtverplaatsingen zijn, zie je dat de wind wel degelijk in de loop van de dag aantrekt. En dat komt omdat overdag de zon schijnt, de temperaturen lopen op, de luchtvochtigheid laat een zogenaamde dagelijkse gang zien. 'S Middags is het wat droger, maar ook de temperatuur zie je overdag duidelijk verschillen. En ook de wind doet dat. De wind die zie je op rustige dagen, zeker in de namiddag en avond, echt duidelijk toenemen. En dan vraag je je misschien af, waarom is dat dan eigenlijk? Ja, het heeft alles te maken met temperatuur en wrijving. Door wrijving staat er aan het aardoppervlak altijd wat minder wind dan op enige hoogte. En zeker in de ochtenduren is dat het geval wanneer het nog koud is. Maar als de zon steeds hoger begint te staan en de temperatuur begint op te lopen, dan gebeurt er het een en ander. Aan het aardoppervlak zien we temperatuurverschillen optreden. En dat soort temperatuurverschillen veroorzaken wind, luchtbewegingen. Maar veel belangrijker, ook in de verticaal gebeurt er het een en ander. Want die warme lucht die begint te stijgen. En ter compensatie zijn er dan ook dalende luchtbewegingen. En dan wordt de lucht vanaf hoogte waar het harder waait aangevoerd richting het aardoppervlak. En dat zijn dan die windstoten die je in de loop van de middag kunt ervaren. En soms is die wind zo stevig dat je parasol gewoon wegwaait. In de avonduren zijn die verticale ontwikkelingen er niet meer, want dan begint het af te koelen, neemt de wrijving toe. Maar of dan je parasol in de avond weer terugkomt, dat is de grote vraag. Het klopt dus. Het waait in de ochtend minder hard dan in de middag. Dan maar hoop op wind mee. En zo niet, wind je niet op. Volgende keer beter. Of je waait gewoon met alle winden mee. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet beantwoorden we jouw vraag de volgende keer. Ja, helemaal goed.